Yes, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Alwin Kleinsma en leuk dat je kijkt naar het tweede deel van de La Casa bankoverval. Als je het eerste deel nog niet hebt gezien, check die dan alsjeblieft eerst eventjes. Dan heb je een mooie volgorde van de reeks aan video's. Dit is dus het tweede deel van de La Casa overval en holy shit, deze video wordt weer heel erg spannend. We gaan vandaag ontsnappen en hopelijk gaat het lukken. Hopelijk kunnen we ontsnappen van de politie en kunnen we het geld veiligstellen. Dat zie je vandaag in de video. Geniet ervan. Abonneer op mijn kanaal alsjeblieft. Dus we gaan weer keihard. Dankjewel daarvoor. Love the support aan jullie. En geniet van de video. Om dingen te onderhandelen voor de ontsnapping. En dat zie je in de volgende aflevering. Goed, zij gaat de beelden bekijken nu. Lol. Goed. Ik ga nog even lekker perkje opsteken, man. Godverdomme, het is op nummer 5 van vandaag. Duurt lang. Goed. Goed. Ben ik weer. Ik heb het beeldmateriaal bekeken en dat ziet er allemaal keurig uit. Het zou dan nog gaan om 9 hostetjes binnen die in goede gezondheid verkeren, als ik het goed heb gezien. Nee, ik niet. Klopt. Zeker waar. Zojuist is er net water en eten aan gegeven. Dus ook super. Maaginhoud, is dat ook voldoende? Goed, wij willen het verder even hebben over de hekken die jullie staan. Ik zie dat jullie aan 3 kanten hebben staan. Wij zouden graag de kant richting Eclipse en de kant hier rechts van mij de hekken weg willen hebben. Dus de noordkant en de westkant, zo, ja. Ik heb eigenlijk nog wel een leuke toevoeging daaraan. Ja, ik hou van verrassingen, vind ik leuk. Ah, lekker man. Ja, dat heb je thuis ook altijd zo van. Altijd zit er ergens een grapje in de hoek. Ja, ja, ja. De verdeling is bij jullie ook niet helemaal 100% zeker dan? Of, Jawel. Soms hier een dingetje, daar een dingetje. Ja, en uiteindelijk is hij soms een beetje de baas. Wat erbij, vertel. Maar er werd net genoemd aan 2 kanten hekken weg. Ik vind het leuk om alle hekken weg te halen. Hé, dat vind ik nog een veel betere zelfs. Zo. Ik kan kijken of we daar iets in kunnen doen. Nou, top. Ja. Vervolgens hebben we de afspraak gemaakt met de politie dat wij hun 4 hostages extra zouden geven. Hun zouden alle hekken weghalen en ze zouden de Zulu op een andere plek neerzetten, zodat dat ook veilig is gesteld. Dat leek ons een redelijke deal. Die twee die we op hebben met elkaar kleding. Nog 3 mensen met dezelfde kleding als ons. Oh, beter. Top. Toppie. Maar. Ja, dus nog heel veel in de lucht. Heel eventjes wachten. En naar mijn mening hoorde ik die Zulu nog maar. Ja, klopt. Top. Dan gaan we, zoals we zeiden, gaan we ons aan onze kant houden. Laten we alsjeblieft maar naar buiten komen. Is dit je meer in het scenario? Yes, lopen. Wow. Allemaal naar de politie lopen. Iedereen mag zich even begeven naar de collega's achter de auto's. Lopen. Goed, wij naar binnen. Goed, als laatste. Voor degene willen wij met het geld een veilige doorgang. Zodat alleen diegene, de enige persoon, veilig weg kan komen, zodat het geldbedrag veilig is gesteld. Zodat daarna de laatste omhandeling kan plaatsvinden. En daarvoor hebben wij 1 hostage over. Yes, en vervolgens zouden we opnieuw onderhandelen met de politie. Jezus Christus. Wat de... What the fuck was dat? Ja. Wat was dat? Ja, dat was iemand bij de achterdeur. Vliegen nou. Yes. Stel. Wij hebben hier de hostage voor jou. Top. Dat betekent dat wij 2 die kant op gaan lopen. Maar eist wel dat degene die van ons weggaat, na 1 hostage zal vertrekken. Wanneer diegene weg is, zal de 2 naar buiten lopen direct. Als je aan je woord houdt, dan heb ik daar geen probleem mee. Zolang dat vanuit de politiekant gebeurt, zal dat vanuit onze kant ook gebeuren. Ja, er zitten nog genoeg mensen binnen, dus ik zou niet weten waarom vanuit onze kant waarom dat niet zou gebeuren. Nee, daarom. Maar goed, wij hebben ook uit ons vertrouwen in het begin gedaan, dus vertrouwen is bewezen, dus we laten de eerste komen. Kom maar met de eerste. Goed om te weten is dat wij over de portofoon contact hebben met degene die weggaat, dus zodra hij veilig is, dan is alles goed aan de hand. Ja. Goed, de eerste mag je laten lopen.
Top, je mag daarheen lopen, man. Je mag die kant op lopen. Want al wat ik zeg. Holy shit. Geen je mag even naar mijn collega's gaan achter de auto. Goed, ik zal zometeen wegrijden wanneer ik weg ben gereden. En ik zit op veilig afstand. Gaat de laatste als dus gelijk naar buiten. Gaatje, dat moet lukken. Nou, okay. Goed. Top. Hopelijk gaan we elkaar niet weer zien. Collega, laat weten als je veilig aan hebt gekomen. Komt goed, kameraad. Top. Ik ga even naar binnen. Zodra je veilig is aangekomen, dan geef je de andere hostage. Ja, dat is prima. Top. Yes, laat maar lopen. Ik ben zojuist weggekomen. Top. Positief. Nico weg, Max. Goedendag, ik heb nog een hostage voor je. Top. Alsjeblieft. Oh, alsjeblieft. Maak klaar voor... zometeen vertrek. Ik ga vast de kist met whisky klaarzetten, boys. Eén seconde. Ik ga even snel naar mijn... We moeten alleen nog even regelen dat die auto's weggaan bij de... Tegen een muur of iets. Wat? Ja, maar daar willen ze wat voor hebben. De politieagent. Ja, top. Doen we dat zo. Maar luister, ik ben ready, man. Ik heb mijn voetjes opgewarmd. Ik doe niks met mijn voeten. Handjes warm, billetjes afgeveegd, dus we kunnen. Vervolgens hebben we de afspraak gemaakt dat hun op afstand bleven met de auto's. En dan zijn we klaar voor het vertrek. Zo, kreunt iemand binnen. Wat de fuck, ik zit hier bij door overvallers. Ja, daar word je bang van, hè? Ze hebben wel mijn echte Nike's gestolen. Ah, dankjewel! Die had je toch van Wish? Nee. Over hostages voor ons gaan zetten. Die lopen rustig naar jullie toe. Wij lopen erachteraan. Wij stappen in onze auto's. Jullie hebben de twee hostages en wij zijn loose. Zal ik anders groen licht geven als jullie weg kunnen? Als jij, is goed. Dan wachten wij het groene licht af. Dus wie nodig heeft, ik sta op de hele platform daar. Oké, top. Alleen dus mensen die echt achtervolgd worden, zeg maar. Positief. Op dit moment was het dus het wachten op de politie en het groene licht, zodat we met z'n allen, inclusief de twee hostages, naar buiten konden lopen om in de auto's te stappen en te gaan ontsnappen. Iedereen ready? Hostages lopen. Ja, rustig lopen. Allebei splitsen. Allebei lopen. Hostages mogen allemaal mogen. Herkenbaar. Gelijk wegrijden. Ik ben al weg. Ik ook. Ik volgens mij ook al. Geen zorgen, ik ben nu snel weg. Ik ben weg. Kut! Hij stapt nu! Uitstappen! Knieën! Draaien! Kan hem afboeien? Afboeien iemand! Maar hoe de fuck is hij gepakt? Eenmaal AT grenspost. Verrecht op staan. Reed hij zijn eentje? Ik heb Zulu A6 gebeurd. Alwin, als het nog kan, gewoon de locatie doorgeven. Mika, nee, waar ben jij? Ik rij nu richting... Hey, jongens, ik heb een Desert Eagle aangetroffen hier. Yes, en op dit moment ben ik dus gepakt door de politie. Ik wou heel snel wegrijden en ik wou Mark afschudden met de politie. En wat doe ik? Ik rij vervolgens vol in de grenscontrole. Zou je hem op het hele plafond? Die zei. Top, je mag hem even tegen het voertuig aanzetten. Ja, ik heb een Desert Eagle moest pakken. Oh joh, collega. En 12 maal 3. Even uit. Ja, collega moest er even uit. Stap nog eens uit, iedereen even afstand, collega. Moet een van die rechten gebruiken, advocaat? Ja, een advocaat. Ja, wat je. Tegen dat ze goed ging afgelopen staan. Yes, meneer, ik ga hem boeien. Bij elke verdachte weer een zal hij terug in de boeien gesnomen worden, yes? En vervolgens dacht ik dat ik naar de gevangenis werd gebracht. Maar toen. Heer, rustig persoon. Collega. We gaan het heel anders doen. We gaan het niet via de auto doen. We gaan met collega's hem vervoeren. Meneer, ik heb uw toestemming nodig om u te laten vervoeren. Geeft u daar toestemming voor? Zeker. Moet dat nu ter plekke of mag dat? Dat gaat zo gebeuren. Dan komen collega's naar HB toe en dan gaan we dat fixen.
Oké. Er werd tot mijn grote verbazing dus uiteindelijk een transport geregeld naar de gevangenis. Mag ik toevallig nog even mijn vrouw bellen of zit dat er niet in? Nou, ik heb hem al een paar keer gemeld dat wij die op de hoogte gingen brengen. Nee, mevrouw bellen eenmaal dat u thuis bent. Jullie dat alsjeblieft buiten kunnen bespreken, niet op de porto, alleen even noodzakelijk dingen over de porto. Oké, ik wil gerust uw vrouw laten bellen eenmaal dat u in de gevangenis zit. We zitten nog ook in die bus, hè, dus dan... Alhoewel, weet je, we zijn met 10. Kom, bij deze. Even met z'n allen hier komen. Ja, weet je, ik ga u dan wel laten toestaan voor deze ene keer. We zijn toch met 10. En dat was niet zo heel erg slim. Huisgat. Ik denk, ik bel jou eventjes. Vind je wel zo fijn, anders ben je ongerust. Ja. Ik wil even vertellen dat het goed gaat. En dat ik zo meteen met een transport naar het gevangenis word gebracht. Oh, word je naar het gevangenis gebracht? Ja, met een transport. Met een transport. Dus het is wel even spannend, inderdaad. Maar ja, de auto's staan er al voor, dus... Ja, dat is wel even spannend. Dus, oké, dankjewel. Maar het gaat wel goed. Oké, is goed. Dus ik hoop je snel weer te zien. Yo. Oké, doei. Yo. Nou, dat vond ik wel even fijn. Ja, ik ben een aardige agent. Ik had dus via de telefoon aan mijn vrouw doorgegeven, oftewel onze gang, dat ik zometeen met een transport naar het gevangenis werd gebracht. Zal mijn gang mij op tijd kunnen bevrijden? En dat zie je in de volgende aflevering.